kijk, we hebben enorme maatschappelijke opgaven. We moeten 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. We moeten 2,5 miljoen woningen isoleren. In de infrastructuur hebben we een enorme vervangings- en investeringsopgave. En we moeten ook nog allemaal circulair en klimaatadaptief. En om dat te bereiken is digitale samenwerking in de keten, digitalisering in het algemeen, maar vooral digitale samenwerking in de keten, een absolute randvoorwaarde en de DSGO helpt daarbij. We moeten namelijk in die keten ervoor zorgen dat de kosten echt omlaag gaan, er veel beter wordt samengewerkt, de opschaling plaats kan vinden en daarom is het digitaal stelsel gebouwde omgeving zo belangrijk. Ja, laat ik beginnen te zeggen dat ik echt heel enthousiast ben dat het er is. Ik denk dat het heel belangrijk is. Een paar jaar geleden stonden we denk ik als overheid en sector een beetje samen te kijken van hoe gaan we nou die digitalisering echt verder brengen. En op een soort vruchtbare grond van DigiGo, de BDR, hoe dat ontwikkeld is, maar vooral de samenwerking tussen de sector en de overheid, hebben we op die vruchtbare bodem een zaadje geplant. En dat zaadje, gevoed met de stikstofmiddelen, is het digitaal stelselgebouwde omgeving geworden. En precies vandaag komt dat plantje echt tot wasdom. En dat plantje staat daar nu. En het is echt zaak dat wij samen, overheid en sector samen, nu voeding geven aan dat plantje en dat laten groeien. Laten we dat samen gaan doen.